Hoe is dit mooie pand tot stand gekomen? Dat is eigenlijk een heel lang verhaal. Ik werkte altijd in Amersfoort en in een winkelproject waar mensen met een beperking werkten. Daar heb ik met heel veel plezier gewerkt. Ik reed iedere dag naar Amersfoort heen en weer. Ik dacht, het zou toch eigenlijk wel heel leuk zijn als zoiets ook in mijn eigen woonplaats zou komen. En zo is het eigenlijk een klein beetje begonnen. Toen zijn er allerlei contacten gelegd en er waren meer mensen enthousiast over een dergelijk initiatief. Toen is eigenlijk oorspronkelijk de bedoeling geweest dat Philadelphia dit project zou gaan opzetten. Uiteindelijk niet gelukt met Philadelphia. En toen heeft de zorgorganisatie Cariander het project overgenomen. Het postkantoor leek ons een heel mooie locatie ervoor. De ruimte die was voldoende voor zowel een bakkerijtje als een creatief atelier, een leuk terras, een grand café en een cadeauwinkeltje, alles onder één dak. Er zouden heel wat mensen met een beperking een werkplek kunnen vinden. Zo is het eigenlijk ontstaan. Wij zijn heel trots op ons bedrijf. Wij geven jullie graag een rondleiding. Als je de postkamer binnenkomt, zie je aan je linkerhand een cadeauwinkeltje. Daar verkopen we vooral veel producten die zelf gemaakt zijn in ons eigen creatief atelier. Joke die gaat voor ons een mooi cadeautje maken. Wij zijn niet voor niks in het postkantoor, want wij proberen daarom ook veel producten te verkopen die met post te maken hebben. Dit is bijvoorbeeld in een sociale werkplaats gemaakt. Die binden deze boeken voor ons met oude postzakken. We hebben een eigen kaartenserie bijvoorbeeld laten drukken. Echt van de postkamer. Cliënten die hebben dat zelf geschilderd en daar hebben we een leuk kaartensetje van laten maken. De fantasie en de creativiteit van onze medewerkers zit in de producten. En kwalitatief willen we het ook een goed product laten zijn. Je koopt het niet voor het goede doel, je koopt het omdat je het mooi vindt. Dat is ons doel. Dit is dan onze bakkerij. Daar zijn we ook heel erg trots op. Hier worden alle producten gemaakt die je eigenlijk hier lekker bij de koffie kunt krijgen, kunt bestellen. De taarten kun je hier ook in zijn geheel kopen. We staan hier bij Ina van Noort, die werkt hier ook bij de postkamer. Ina, wat doe je hier zoal? Ik doe hier elke dag verschillend werk. De ene dag sta ik aan de bakkerij, de andere dag sta ik in de bediening. Nu vandaag sta ik in de huishouding. Morgen is de bakkerij en vrijdag en zaterdag in de huishouding. In de bediening. En hoe lang werk je hier al? Ik werk hier al een jaar. En hoe vind je het? Heel gezellig, heel leuk. Ik zou er nooit meer weg willen. Er wordt hier ook geschilderd en dat wat geschilderd wordt is hier ook te koop. We hebben hier dan ook regelmatig een expositie bovenop de Fide. Daar kan iedere gast gewoon vrij naartoe lopen om even een kijkje te nemen wat voor mooie kunstwerken er hier gemaakt worden. Nu zit ik even op het buitenterras achter de postkamer. Via dit buitenterras lopen we naar de overkant, naar het voormalige directeurswoning. En daar is nu een creatief atelier. Daar worden de producten gemaakt die zelf gemaakt zijn. Daar gaan we nu een kijkje nemen. Hier zijn we in de kantine.
Hier gaat iedereen altijd pauze houden. En als we daar verder naar binnen lopen, dan komen we bij het creatief atelier. Margriet, wat ben je aan het doen? Nog een sneetje draaien. En wat maak je? Van kleine baby's. En wat heb je hier gemaakt? Van kannen maken. En hoe lang werk je hier al? Hoe lang werk je hier al, Anja? Een jaar. Een jaar. En vind je het leuk? Ja, ik heb hier lang een zin. Er werken nu inmiddels 34 mensen hier binnen de postkamer. Er zijn natuurlijk parttimers en fulltimers. En iedereen kan kiezen voor welke werkplek hij de voorkeur heeft of zij. You're all-